ligt hier een kat. Hey, Poppy. Ik heb vandaag weer een online fashion shopblog voor jullie. En dit keer van een nieuwe webshop. Als je me op Instagram volgt, dan weten jullie dat ik deze video al veel eerder had moeten opnemen. Want het is denk ik zeker 2 maanden geleden. Misschien zelfs meer dat ik dit binnenkreeg. Ik heb er ook al een foto van op Instagram geplaatst. Maar er waren nog een aantal items die later binnenkwamen. En toen het binnenkwam heb ik gewoon niet meer de tijd genomen om deze video op te nemen. Maar gelukkig is hij er nu wel. Ik hoop dat alle items gewoon nog beschikbaar zijn. Maar ik zet altijd alle linkjes in de beschrijving. En daarbij ook welke maat ik koop. Dat is wel heel erg fijn. Je kunt op die website gewoon in de maattabellen kijken. En dan weet je gewoon dat je de goede maat hebt gekocht. Maar ik ben er echt veel te lui voor. Heel erg stom. Dat moet ik echt gaan doen. Dus ik koop vaak gewoon een beetje op de gok. En vaak de grootste maat. Sommige dingen heb ik in de grootste maat. Die passen mij net. Dus ben je voller dan ik. Je moet echt even goed in de maattabellen gaan kijken. Want de ene items vallen wat groter, de andere vallen wat kleiner. Het is gewoon allemaal heel wisselend. Maar er zitten ook hele aparte items bij. Als ik online fashion shop blogs opneem, mag ik spulletjes uitzoeken. En denk ik altijd, nou, ik ga even wat anders uitzoeken dan ik normaal zou kopen. Want ja, weet je, misschien is het wel leuk. Dus ik heb heel veel dingen. Ik ga gewoon even uitzoomen, zodat ik het jullie goed kan laten zien. Ik heb natuurlijk ook de aanbeelden voor jullie gefilmd. Die kunnen jullie ook zo bekijken. En hier zie je vast een beetje welke kleur er aankomt. Want hier heb ik alles op de stapel liggen. Dus laten we lekker gaan beginnen. Ik begin meteen met het eerste item. En dat is het item wat ik namelijk niet pas. Op Zafool heb je heel erg veel toffe bikinis en badpakken. Mocht ik nog eens wat mogen uitzoeken, ga ik zeker daar ook voor kijken. Maar ik dacht nu van ja, daarvan heb ik toch geen aanbeelden. Dus ik wil jullie even aanbeelden kunnen laten zien. Dus bestel ik wat kleding. Maar ook 1 bikini en dit is helaas veel te klein. Ik zal even dus in de beschrijving zetten welke maat ik heb, want dat weet ik niet. Maar het topje past, maar is ook echt te klein voor mijn boobs. En ik heb niet eens zulke grote boobs. Dit is echt een, ja, A of hele kleine B misschien. Maar mijn borsten vallen er gewoon heel erg uit. Wel heel erg cute. Ik weet ook al wie ik heb gegeven aan mijn nichtje. Want die heeft precies deze maat. En ze hebben dus heel veel high-waist bikinis. En daar werd ik helemaal enthousiast van. Ik krijg deze aan. Maar dit is echt 2 of 3 maten te klein voor mij. Dit is het broekje. Dit broekje, hij is super tof. Met deze details aan de zijkanten. Hij is dus high-waist. Heel erg mooi, maar helaas past hij me niet. Ik ga hem dus aan mijn nichtje geven. Wel heel erg leuk, maar je moet dus echt goed kijken naar de maten. Want ja, dit is gewoon veel te klein voor mij. En ik denk niet dat ik een hele kleine maat heb besteld. Dan het volgende item. Dat is deze trui waar ik al heel veel vragen naar kreeg. Van oh my god. Het is trouwens een hele gekke stof. Een beetje, wel een beetje zo'n zweterige stof vind ik zelf. Maar hij is zo leuk. Ik vind hem net een klein beetje strak zitten, maar hij past wel gewoon. Don't grow up, it's a trap. Volgens mij heb ik hem in de maat XL, als ik het hier kan zien. En hij is gewoon heel veel gekleurd en van binnen heeft hij zo'n heel warm stofje. Maar het is een hele gekke stof. Niet een stof die ik heel prettig vind. Ja, zoals ik al zei, een beetje zweterig. Maar hij is wel super leuk. En die website is trouwens echt mega goedkoop. Het volgende item is deze trui. En dat is ook weer zo'n apart iets. Dat ik denk van ja, waarom heb ik dit besteld? Maar ik vind het ook wel weer leuk. Met een remje erop. Wat natuurlijk een beetje, ja, nu misschien niet heel erg meer. Nu begint natuurlijk al mooier weer te worden. Dus ik weet niet of het dan nog zo hot is. Maar ik vond hem heel erg leuk. Hij is een heel klein beetje doorschijnend. Maar het valt mee. Wat ik alleen jammer vind is dat hij hier best wel strak zit. En ik heb best wel volle armen. Dus hier knelt het bij mij een beetje. Ik vind het altijd sowieso stom dat het dan hier strakker valt. Dus dat is een beetje een nadeel voor mij. Maar hij is wel gewoon stoer. Jullie kunnen gewoon het aanbeeld zien. De kwaliteit is prima. Gewoon een dun truitje. Dan een trui die ik al heel veel gedragen heb. Hij is eigenlijk heel simpel. Maar hij heeft een heel leuk detail. En dat had je ook op mijn Instagram op die foto al kunnen zien. Dat is deze trui. En ik hou gewoon heel erg van grijs gemaleerde truien. Maar het toffe is dat hij op de mouwen hartjes heeft. En dat zul je ook op het aanbeeld zien. Super schattig. Het valt net niet op je elleboog. Wat ik wel een beetje jammer vind. Maar wel een beetje ernaast. Dus je ziet hem wel. Tenminste wel ter hoogte van je elleboog. Maar dan valt hij hier of zo. Maar ik vind hem wel heel erg chill. En dit is gewoon echt zo'n typisch, ja, zo'n H&M trui. Gewoon een hele normale stof. Heel prima. En ik vind hem gewoon super leuk. Dan een ander best wel gek item. Wat echt niet mij-achtig is. Maar hij valt heel wijd. En best wel kort. Dus voor mij wordt het dan echt op de in de zomer op een shortje. Want dan draag ik wat kortere tops. Streepjes doen het altijd heel raar op beeld. Maar wat ik heel leuk vind is dit hartje hier. En ik vind het wel gewoon een hele mooie top. Het is een hele stevige top met hele mooie kwaliteit. Wel een beetje warm voor de zomer. Dus dan zou het echt voor in de avond zijn. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon een andere seizoen. Hè? Hij valt dus heel erg kort. Maar ik weet even niet wat ik moet vertellen over de items, jongens. Ik laat jullie het gewoon zien. En dan, ja, is dat wel prima zo. Dan een item waarvan ik echt denk, oh my god, waarom heb ik dit besteld? Dit vind ik echt best wel lelijk. Als ik het aanbeeld terugkijk, vind ik het nog wel leuk staan. Maar ik snap niet waarom ik dit heb besteld. Ik twijfel ook zelf van, huh, heb ik dit besteld? Dat is dit. Het is echt zo'n soort van social problems, graffiti, cool.
Hij zit heel lekker. Het is zo'n... Ja, ik denk dat ook niemand dit leuk vindt of zo. Of je moet een specifieke stijl hebben. Ik denk dat heel veel mensen dit heel lelijk vinden. Echt heel raar. Het is een super chille trui, maar ik ga dit niet dragen. Ik ga even kijken wie ik hier blij mee kan maken of zo. Ik op achteren hoog ik een beetje dit soort gekke dingen. Heel apart denk ik. Ik snap echt niet waarom ik die heb besteld. Dan een hele mooie basic dunne trui die heel veel mensen goed zal staan. En die heel veel mensen denk ik ook leuk vinden. Een zwarte trui van een, met een streepjes stofje. Dus een klein beetje doorschijnt, maar hij schijnt niet echt door. Maar hij is wel, ik zie nu zeg maar het licht er doorheen. Hij heeft een hele aparte kool, zodat hij dus niet omklapt. Dat vind ik wel heel erg fijn. En achter heeft hij dan hier een streep erin. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, ja. En voor niet, maar wel heeft hij dan hier zo'n streep en hier. Dus dit valt een hap op je borst. Heel apart, maar wel heel erg mooi en chic en heel handig om te hebben. En hij valt gewoon recht, dus hieronder zit wel een band, maar die loopt niet strakker. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ja, super chill zwart truitje om te hebben. Dan heb ik een ontzettend leuk spijkerjekje. Die voor mij, ik pas hem wel gewoon, maar ik draag liever iets meer oversized spijkerjacks. Dus die heb ik ook aan mijn nichtje beloofd. Alleen toen ik het aanbod maakte, zag ik ineens van, oh, ik pas hem, Bobby. Hij past gewoon, hij knelt ook niet. Ik kan ook mijn armen wel bewegen, maar ik heb genoeg spijkerjacks. En hij is, ik zou eerder een spijkerjack erbij pakken die iets groter is. Dus mijn nichtje krijgt hem, maar ik vind hem heel leuk. Met deze vliegen erop en die verheersbeestjes geloof ik. Dit vind ik echt super leuk. Ik hou heel erg van die verheersbeestjes, deze bloemen. Echt een heel erg mooi spijkerjack. Ik ben benieuwd wat deze eigenlijk kostte. Want alles wat ik heb besteld was wel vrij goedkoop. Heel leuk jackje. Echt zo'n typische denim kleur. Ik vind deze echt heel erg leuk. Dan een hele leuke basic trui. Super simpel, maar weer met een heel leuk detail op de ellebogen. En dat zijn deze katjes. Ik was echt meteen verliefd toen ik deze trui zag. Gewoon echt een hele simpele grijze trui. Maar dat vind ik sowieso heel chill om te hebben. Gewoon zo'n mooie dunne truitje. En dan die details op de mouw. Ik vind het super leuk. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Echt love. Liefde voor katten. Dan heb ik nog twee kledingstukken en ook nog accessoires. Ik vind hem echt heel erg leuk, omdat het zo'n stoer shirt is, maar wel met lichte, een stoere print, maar wel met lichte kleuren. Dat vind ik heel erg leuk. Het enige jammer is dat ik het stofje van binnen, dat ik het stofje nu voel, is het een hele normale stof. Maar als ik hem aan heb, vind ik hem een beetje kriebelen. Dus dat vind ik wel een nadeel. Ik ben echt zo'n persoon, zo'n soort hooggevoelig persoon, die heel snel last heeft van jeuk en zo. En hij is heel erg lang. Dus mocht je een mooi slank lichaam hebben, kan je het ook als jurkje dragen. Of het is gewoon een sexy slaapshirt. Of zoals ik het deed, doe je het gewoon in je broek. En dan over naar het laatste kledingstuk. En dat is deze trui die ook echt heel erg leuk is. Hele mooie stevige kwaliteit. Een hoodie. Hij is wel ook een beetje kort, wat ik jammer vind. Maar wat wel heel stoer staat. Nothing's wrong with my attitude. Super tof. Ik hou echt van dit soort dingen. Lekkere dikke hoodie met een flinke capuchon eraan. Hele mooie stevige warme trui. Gewoon echt een trui die je ook gewoon in Nederlandse winkels zou kunnen tegenkomen. Qua materiaal en qua... alles. Ik vind die echt heel erg chill. Dan was dat al de kleding. En ik hoop dat ik alle accessoires heb die ik heb besteld. Volgens mij wel. Het ligt al heel erg lang in mijn kast en ik heb het nog niet gebruikt. Maar allereerst heb ik echt een super leuke choker ketting. En dat is deze. Ik vind hem heel erg gaaf met deze diamant eraan. En dan heb ik nog drie kettingjes die bij elkaar horen. Maar ze zitten wel los. En dat zijn ook zulke chokerachtige kettingjes. Eentje met de maan, eentje met de ster en eentje met de zon. Heel erg leuk. Heel chill, gewoon lekker zo'n dun kettingje. Ik hou ervan. Ook hele leuke oorbelletjes heb ik. Ze zijn allemaal een beetje verschillend. Echt jongens, het kost echt geen drol. Sorry voor de nagels. Dat zijn deze. En ik heb wel twee gaatjes. Dus dan zou je, ik ga ze er niet in doen. Maar dat kan je gewoon op verschillende manieren combineren. En dan is alles een beetje van verschillend formaat. Ik vind het echt super leuk. Dan heb ik nog één dingetje. Dat is deze wenkbrauwknipper. Ik weet niet wat er precies bijzonder aan is. Maar het is gewoon... een hele fijne schaar. Ik heb mijn wenkbrauw er ook al mee geknipt. Zo'n matte... Ik weet het niet jongens, maar ik zag dit. Toen dacht ik, ik heb nog budget. Dit wil ik er wel bij. Hij heeft een soort van... rond afgesneden, hoe noem je dat? Uiteinde. En het knipt gewoon heel erg chill. En dit kost ook helemaal niks. Dus dat vond ik ook leuk. En dan nog iets wat eigenlijk heel lelijk is, maar voor de zomer super leuk. En dat is dit mega flamingo kleed. Echt mega, mega. Kijk. Ja... oh, er ligt hier een kat. Hey, Poppy. Hey. Wops, dat is deze, jongens. Echt huge. Super leuk voor picknicken in de zomer. En ook makkelijk op te bergen, want kijk, het is een mega kleed. Maar als je hem opbergt, is hij maar zo klein, want hij is super dun. Dus die vind ik echt heel erg leuk. Die heb je ook in alle verschillende printjes op die website. Je vindt de ketting echt heel erg leuk. Dan was dit mijn Zafu Try On Haul.
Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Ik ben benieuwd wat jullie van de webshop vinden. Neem zeker even een kijkje. Ik vind hem zelf heel erg leuk, want ze hebben super veel keuze. Het is echt heel erg goedkoop. En vooral de bikinis en badpakken zijn echt aanraders. Ik hoop dat ik nog een keer mag bestellen. En dan ga ik zeker daar ook wat van bestellen. Want ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de kwaliteit en alles. Die bikini is gewoon super mooi. En ze hebben heel veel keuze. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe zeker een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En als je nog geen abonnee bent en je wilt dat wel zijn, doe dat dan zeker hieronder. Helemaal gratis. Dan zie ik jullie hopelijk volgende week zaterdag weer met een nieuwe video. Om 9 uur. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot dan. Doei!